We zijn vandaag in Elst en we staan voor het huis van Wilco Wittenberg. En we zijn hier omdat hij een heel bijzondere hobby heeft. Hij beheert namelijk verschillende Facebookpagina's met de dorpen uit de omgeving erop. Nou, en wij vinden het leuk om meegenomen te worden naar Herveld. Nou, hij is thuis, we hebben afgesproken. Dus we gaan aanbellen. Ik zie hem al aankomen. Hoi Wilco. Hoi Annemiek, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Mooie tijd. Dan komen we binnen. Eindjes, kom verder. Ja. Nou Wilco, je hebt een bijzondere hobby. Kan je daar wat over vertellen? Daar kan ik wel iets over vertellen, ja. Die hobby is vorig jaar ontstaan toen ik met een hernia thuis kwam te lopen. Ik zat al een paar maanden thuis. Ja, ik zocht nog iets om te doen. Omdat ik het huis niet uit kon. Ik was een huis gebonden, dus ik dacht, ga een Facebookpagina beginnen. Ik had van andere dorpen gezien. Oud-Els onder andere. Ik dacht, ik begin naar mijn geboortedorp, Herveld anders. En je was nog handig met computers? Ja, dat was niet zo moeilijk. Dat is iets voor mij. Dat ging mezelf. Ik had al een Facebookpagina van mezelf. Ah, ja. Nee, dat ging prima. Dus dat erop gezet. Bekendgemaakt in Herveld anders. Mensen uitgenodigd om te liken. Nou, het een kwam het ander. Mensen gingen foto's sturen, Marcel. En zo is het eigenlijk gekomen. En van waar Herveld anders? Dat ik daar vandaan kom. Dus, ben ik geboren. Ja, dat trekt dus eerst, hè? Ja, dat sowieso. En ik kom dat nog regelmatig. En het wordt goed bekeken? Ja, zeker. Ik heb nu, hoeveel volgers heb ik? 700 bijna. Dus ja. Maar het ziet er ook heel mooi uit. Ziet ja, er ook het is net mooi opgezet. Ja, zeg iedereen. Iedereen roept erover. Ja, prima. Ik ben er heel blij mee. Ook hele leuke reacties erover. Oké. Okay. Hey, en er verschijnen elke dag nieuwe foto's? Of hoe moet ik dat voor me? Ja, in het begin was het elke dag. Maar nu is het om de paar dagen dat foto's krijgt. Wordt natuurlijk iets minder nu. Dus mensen sturen zelf hun eigen foto's naar jou? Ja. Of ik ga, als ze niet kunnen sturen, dan ga ik ze daar naartoe, ga ik ze inscannen. Dan hebben we de mensen langs. En dan, leuke hobby hoor. Op. Het is niet alleen achter de computer, maar je ontmoet ook mensen. Ja, ik ontmoet weer mensen die ik al jaren niet meer gezien heb. Ook vroeger van school kom ik er mensen tegen. Ach. Ook die weer hierop reageren. Ja. Mensen ja. Vroeger die in Portugal zitten of Nieuw-Zeeland geëmigreerd zijn. Allemaal likers daar vandaan. Nieuw-Zeeland, alles, ja. Wat leuk zeg. Dat is echt een succes. Later weer in San Francisco, ja. Heel leuk. Ja. Nou, je hebt er dus zelf gewoond, maar hoe lang heb je er gewoond? Ik heb er gewoond tot mijn 21ste. Oké, okay, dat is lang genoeg om echt wortels te schieten daar. Ik heb mijn schooljaren doorgebracht, dus ja, alles. En heb je daar ook foto's van? Van de school? Ja, van school, van je leventje heb daar? Ik, ja. Kun je ons meenemen zo door jouw leven heen in Herveld? Dat moet lukken. We gaan even zoeken. En dat zijn allemaal foto's die je op Facebook hebt gezet? Ja, een deel ervan. Zo, dat is echt veel. Ja. Dit is nou een foto van de leraar van de lagere school. Die is ook opgestuurd door een van de leerlingen, die het leuk vond. En kreeg je ook een reactie van de leraren? Nee, de meeste zijn overleden, dus dat is wel moeilijk. Ze zien er zo jong deze uit, man, hè? Deze man leeft nog, ja, maar het is, dit gaat over 40 jaar geleden. Ja. Nee, 50 jaar geleden. Ja. Zo, hé. En welke school was dat? Sint-Willibrordusschool, Herveld. Okay. Ja. Hier zie je mijn geboortehuis. Zo. Het is een rommeltje. Volgens mij heeft voor ons Malle Pietje er gewoond met zijn verzameling. Oké. Okay. Maar het huis staat er nog steeds. Welke herinneringen hou je over aan het huis? Hele leuke herinneringen. Ja. Zoals? Hier tegenover was een boerderij. Daar gingen we altijd spelen. Zomers werd er een grote kuilgras allemaal met elkaar in een grote bult geplaatst. Dan mocht iedereen spelen. Toen moest ze aangestampt worden en later afgedekt. Ah, geweldig. Dus we spelen we allemaal. Er werd slagbal gespeeld daar op de boerderij in het veld. Mm-hmm. Ja, dat was altijd heel leuk. En jouw slaapkamer? Mijn slaapkamer hier op zolder. Heb je daar nog herinneringen aan? Daar heb ik een hele leuke herinnering aan. We hadden een toilet beneden, maar we mochten s'avonds nooit naar beneden toe. Maar we moesten wel eens plassen. Maar mijn moeder had wekken, kersen wekken. Ja. Er stonden werkflessen op zolder. Dus wij een werkfles. En die vol plassen met z'n allen. En die werd hier weer uit het raam gekiept. Ja, wij mochten niet naar de wc dus. Dat vond ik toch wel een leuke herinnering. Van dat is een leuke herinnering, ja. En 's winters, ja, dan hing het ijs aan het dak. Het was hier geïsoleerd. Zo. Het waren alleen maar dakpannen. En ik keek tegen dakpannen aan. Ja. Zo, wat koud. Maar wel heel leuke herinneringen. Ja. Ja. Leuke jaren doorgebracht. Dus dit is jullie ouderlijk huis? Ja. Nou, en heb je de lagere school laten zien? De lagere school laten zien. En middelbare school? Middelbare school, ja. Ja, 12 jaar, hè? Tot 12 zei... Nee, tot 19 jaar. Dus tot 12 jaar, tot 21 heb ik in Herveld gewoond. Ja.
Ik heb ook de LDS in hier, LDS. Kijk. Zo, mooi. De gymzaal, dit zijn de scholen. Ja, het lijkt een lagere school, maar het was een middelbare school. Het was een LTS, ja, lager technisch onderwijs, ja. Oké. Okay. Die is er intussen ook niet meer, die is een paar jaar terug ook voor de vlakte gegaan. Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Nieuwbouw, staat helemaal vol met nieuwbouwwoningen. Ja. Ook een leuke tijd gehad. En ken je nog mensen daarvan? Ja, heel af en toe kom ik wel eens iemand tegen. Dat is leuk, hè? Ja. Van de lagere school hebben we trouwens een jaar of vijf terug in de reunie gehouden. 5, 6 jaar geleden. Dat heb ik zelf ook mee georganiseerd. Heel leuk. Zo, vooral de voorbereidingen. Heel leuk om te doen. En krijg je nu ook reacties op je Facebookpagina bijvoorbeeld? Ja. Leuk zeg. Ja. Hey, en waar heb je gespeeld zoal? Je zal ook wel zo je plekken gehad hebben. Dat was vooral thuis en in de straat. Oké. Okay. In de brede straat in Herenveld. Zoals hier. Achter het huis in mijn jonge jaren. Wie is wie? Dit is mezelf. Dit is een neef van mij en dit is mijn jongste broer. Mm-hmm. Frank en in de wandelwagen. In de kinderwagen, ja. Door de modder heen. Je hebt een speel, ja, dat was een tuintje. Dus dit was het, de afvoer van de wc. Oh, lekker. En van de kraan. Gezellig. Dat noemden ze vroeger het geutengat. In de volksmond. Dus iedereen had zo een... Ja, we hadden geen afvoer gootje. Of niks. Oh, oké. Okay. Dus dat was heel normaal. Ja, van het toilet ook zat hier een grote put. En ja, zo'n beerput. En zoveel tijd met een... Schep. Een grote schep leeggehaald worden. Mevrouw met de kruiwagens donker was. En dan overkant bij de boerderij in het gras kiepen. Ja. En de volgende dag liepen wij daar weer te spelen. Lekker. Ja. Nou, je ziet er schoon uit. Ja, het is allemaal goed gekomen. We hebben niks mee geleden. Ja. Dit was mijn vader in die tijd. Mm-hmm. Wat deed hij daar? Die was smid. Die is als smid begonnen. Hoefsmid. Die stond achter het vuur en met een armbeeld hoefijzers te maken. En later is hij de staalbouw ingegaan. Doe maar. Hier is een kraan aan het doorsmeren. Een bouwkraan. Mooie foto, hoor. Ja. En ik zie ook winkels. Je ziet ook winkels, ja, deze. Gingen jullie daar boodschappen doen? Dit was een schoenmakerij van vroeger. Oké. Okay. Van Peters. Die zijn later verhuisd naar Andels. De IFA was meer dan vroeger. Die is in 1960 is die verwijderd hier. Ja. Maar was een schoenmakerij en kleermakerij. Ja, die heb je ook bijna niet meer. Nee, dat kan verdwenen, ja. 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 Kun je ons nog verder meenemen door je leventje heen? Ja. Deze woning is dan ook bij ons in de straat. En hier de winkel van Huip Venekes. Die is in 1900 begonnen als bakkerij. Ja. En die is steeds verder uitgebreiden. Gaaf. Steeds verder aanbouwen. Dit is later bij aankomen. Ja, ja. Die boerde goed. Die boerde goed. En later is die omgebouwd tot C1000. Oh, is het zo? Ja. En later, toen de C1000 eenmaal liep en groot was, toen is die, het is verdwenen eigenlijk. Toen is hij ermee gestopt. Die vond het eigenlijk niet leuk om zo'n grote winkel te hebben. Nee. Nee, dan gaat hij steeds verder weg van zijn... En dan is hij overgenomen door iemand anders en je verhuist naar het Dorpsplein. Oké. Okay. In Herenveld, ja. En die staat er nog steeds. Wat hebben we nog meer? Hier nog een foto van mijn vader. Toen was je nog heel jong. Ja, ik zie het. Dan was je denk ik een jaar of 25 deze meneer hier. Maar ik zie en hij was ook bij Matthijsen. Oké. Okay. Ik zie nog een tractor. Een tractor, ja. Deze ook repareren. Mm-hmm. Later, ja. En waar is dit? Dit is bij Matthijsen. Ook op de hoek van de Hoofdstraat, Bredestraat. Okay. Die woning staat nog steeds. Hier hadden dat is leuk. Hier hadden ze een werkplaats. Dat is intussen ook verdwenen. Ook nieuwbouw. Ja. Zoals overal. Hier staat nog een paaltje van de bushalte, van de Velox van vroeger. Hier stopte de bus. De Velox. Ik zie het, ja. Ja. Heel leuke foto. Ziet er echt allemaal heel oud uit, inderdaad. Ja. Wel heel leuk, hoor. Maar het huis ziet er nog steeds zo uit. Het is wel allemaal gerenoveerd en opnieuw, maar het ziet er nog steeds zo uit. Heb je nog meer herinneringen? Nog meer herinneringen. Eens kijken of foto's hebben met herinneringen. Dit is die bakkerij weer. Douwe Egberts. Douwe Egberts, ja. Dat was het eerste winkelmeisje wat ze toen aannamen. Mm-hmm. Ze hebben het altijd nog alleen gedaan, de ouders. Hele oude mensen. Maar de winkel werd groter, dus moesten ze iemand inhuren, inlenen. En was dit meisje. Ook uit Herenveld? Ook uit Herenveld, ja. Het werd allemaal binnen zijn huis gehouden. Leuke winkel, hoor. Het is echt heel gezellig ziet het eruit. Ja. Ik heb de inboedel ook nog van een winkeltje. Dat is hier, kijk. Zo. Alles op elkaar gepropt. Hey, en dat is ook een toegezonden foto? Ja. Door de zoon van de eigenaar, Huip Venekes, die het later overgenomen heeft. Ja, leuk. Dat zal wel heel herkenbaar zijn voor vele mensen. Heel veel mensen, ja. Ja. Voor de jonge mensen niet dat, maar toch wel voor... Ja, hier een glazen frittine met koekjes en snoepjes en aspirintjes. En kun jij je dit nou ook herinneren? Ja, zeker, ja.
Jij was hier ook. Jij kocht hier ook. Ja. En zelfs die gesloten. Mijn moeder had altijd een neiging om na 6 uur... Ik ben vergeten. Winkels dicht. Ja, dus je moest altijd achterom. Volk. En wij toch nog wat kopen. En wij gewoon geholpen. Ah, super. En toen kon alles nog opgeschreven worden. Eind van de week afrekenen. Ja. De bakker kwam ook in huis met een boekje. De boodschap opgeschreven. En je liep naar zijn bus toe met een mand. Ja, de boodschap afgeleverd en opschrijven. En zaterdag rekenen we af. Leuk. Zo ging hoor. Dat, ja. Dat kan nu ook niet meer. Later afrekenen. Nee, dat niet. Nee. Je kan het wel laten brengen, maar... Ja. Sinterklaasviering op de lagere school. Ja. Oh. Mr. Pistoor. Met een grote... Die komt er ook bij. Ja. Een grote andere heilig man. Met een grote sigaar in de vinger. Oh, wat grappig. Dat kun je niet meer voorstellen. Nee. Sinterklaas, en dit was het hoofd van de school. Dezelfde slingers als we nu nog hebben. Ja, die we zelf op elkaar plakken. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, leuk. Leuke foto. Ja. Kijken we nog meer leuke foto's hebben. Ja, deze. Oké, dan zie ik al wat kleur. Het is kleur, ja. Maar toch ook wel, denk wel 25 jaar geleden. Ja, oud pompstation. Oud pompstation, BP, van de familie Wijkniet. Dat is de eigenaresse, mevrouw Wijkniet. Mm-hmm. Je moest hier even binnen aanbellen als je aankomt rijden. Dan mocht je bellen dat je kon wat tanken. Want dan kan de mevrouw van binnen naar buiten toe. Ja. Tanken. Ja. Ja. Dat is een daar zal je ook wel wat reacties op gekregen hebben. Ja, ja, dit is allemaal weg nu. We hebben nu een beetje jouw leven mogen zien. Ja. Het was meegenomen. Maar je krijgt heel veel foto's toegestuurd van mensen. Ja. Dat zullen allicht ook foto's zijn van voor jouw tijd weer. Dat zeker weten. En daar heb ik al korte beschrijvingen bij me af. Mezelf. Ik kan die mensen herinneren, maar toch niet dat ik zeg van oh, dit of dat. Nee. Zijn we herkenbare punten? Zijn er nou ook foto's die, waar je wat mee hebt? Waar ik wat mee heb? We gaan even kijken. Ja. Maar je denkt, daar kan ik wel wat over vertellen, want dat is wel bijzonder. Hier kan ik wel iets over vertellen. Dit is nu een woonhuis, het was vroeger een winkeltje. Daar verkocht ze kleine spulletjes, ja, matwassen en aspirintjes en van alles. Daar heb ik zelf ook een boodschap mogen doen. Oké. Maar dat is nu een woonhuis. Daar woont de familie van Elk nu in. Ja, al die kleine winkeltjes zijn natuurlijk verdwenen. Ja, dat kan ook niet meer, die kunnen niet meer op. Maar het is wel leuk als de huizen er nog staan. Ja. Weet je, mensen zijn dus nog steeds niet bekend. Dat weet ook niemand ook. Mm-hmm. Dat is wel jammer. Daar doe je dan een oproep naar? Ja. Ik plaats een reactie bij of mensen nog iemand herkennen. Er wordt heel vaak op gereageerd. Ik zie nog een leuke oude bus. Ja. Dit is de Betuwse bus. Ach. Dit bestaat nog steeds, station. Mm-hmm. De Betuwse bus, laten ze Velox komen. Ik net het bordje van liet zien. Velox, ja. Toen werd BSM. Merkens Transport heeft er ook nog in gezeten met bussen. Dit is ook een leuke foto. Transportbedrijf Veens. Ben je misschien ook wel bekend? Ja. Aan de Waningstraat zitten ze nu. Ze zaten toen tegenover het Dorpsplein. Hier zijn ze begonnen. Ze zijn begonnen met paard en wagen. En later met dit hier. Daar zijn ze groot mee geworden. Echt heel mooi. Ja. En hier wonen wij net achter. Oké. Ja. Dus wij lagen 's morgens altijd vroeg wakker. Toen werden al die vrachtwagens gestart. Die moesten al met 10, 15 minuten lopen voordat ze weg konden. Ja, de een woont naast een kerkklok. En de ander die woont naast zo'n vrachtwagenbedrijf. Ja, intussen zijn ze dus het dorp uitgegaan. En buiten het dorp gaan zitten. Met het bedrijf. Oké. Ja. Dit is ook een leuke foto. Dit is de kapper van Herveld, Anders. De heer Daams. Zij werkte daar. Hij werkte daar. Hij was de kapper. Ja. Zijn zoon heeft het later overgenomen. En die is tegenover. Een nieuwbouw is weer verder gegaan. En waarom is deze foto genomen? Waarom is deze foto? Was het gewoon omdat zij op de foto wilde? Of was het een soort reclame? Dit is gewoon een familiefoto. Oké. Ik kom gewoon bij mensen uit het familiearchief en die sturen ze naar mij toe op. Je krijgt de leukste foto's. Ze zijn chic gekleed voor de foto. Ja. Ja, je krijgt heel veel van mensen te weten zo, wat ze opsturen en beschrijvingen erbij. Ja, dat is wel leuk. Aan de ene kant is het van een afstand, want je zit maar achter een computer. Ja. Aan de andere kant kom je weer heel dichtbij, want je raakt gewoon levens van mensen. Ja. En is het nou ook zo dat je aan de telefoon nog contact hebt met ze? Ook, ja. Ja. Ah, dat is wel bijzonder hoor. Maar ik heb ook de mensen gebeld of gereageerd. Die mensen die ken ik helemaal niet. Nee. Ja, die foto's sturen van familieleden die daar gewoond hebben. Ja, heb je een leuke hobby. Ja. Dit is die bakkerij nog waar ik het over had in de Bredestraat. Ja, ik dat is heel in het begin jaren. Inderdaad. Ja. Mooi huis. Dat was de ingang niet zo'n al die inboedelen, heb ik straks jullie zien. Hey, en die mand op de fiets, was dat voor de broden? Nee, brood rondbrengen, ja. De bakker. Aan huis bezorgen. Ja, je krijgt hele leuke foto's. Het is familie Daams, Jan Piet en Pim Daams. En Bart Roes. Die traden altijd in het dorp op. Echt waar? Ja. Was het een gezin? Drie broers
En een bekende. Zo, wat bijzonder. Ja, dat zijn drie broers. Ja. En, die werden gewoon bij feesten en partijen gevraagd? Die werden bij feesten en partijen gevraagd, ja. Heel leuk. Nou, dat is leuk. Wat ze spelen weet ik niet, want dit was ook voor mijn tijd. En ze zongen erbij? Ik denk het wel. Ja. Ik zie geen microfoon staan, maar dat zou best wel worden. Dat hoeft ook niet. Ja. Ah, een leuke foto. Dat is bijzonder. Dit is een broer van mijn opa. Mm-hmm. Dat is ook een Wittenberg dus, ja. En er echt weer voor gaan zitten, hè? Die zijn er echt voor gaan zitten, ja. Heel leuk. En een dochter erbij? Ja. En daarachter een bordje Andelst? Ja, ook leuk, hè? Ja, ja. Maar daaronder zou ik al niet zien, dat gemeente Valburg. Was toen nog gemeente Valburg, hè? Herbert Andelst. Inderdaad, ja. Dat is mijn vader. Dat is je vader? Opa Noormeer, dat ben ik even vergeten laten zien, die. Nou ja, die... En broers en zussen van hem. En zijn vader en moeder. Ah, hij staat er heel trots op. Ja, deed hij zijn eerste communie. Oh, ik wil zeggen, wat heeft hij in zijn hand? Ik denk de Bijbel. Dat zal de Bijbel zijn, ja. Ja. Ik liet die voordat ik pas binnengekregen. Dat liet ik aan mijn kinderen zien. Waar kijken die mensen streng zijn ze. Ja, dat was zo. Dat was vroeger. Dat was serieus. Ja. Dat was maar de meesten zijn hiervan overleden. Broers en zussen van mijn vader ook. Nou Wilco, een hele, hele hoop oude foto's. Ja, ontzettend ja je leuk. Hebt lang niet alles kunnen zien, maar... mogen we zelf gaan kijken natuurlijk. Zijn er over duizenden foto's heen, denk ik. Ja, heel die kan maar binnenkrijgen, ja. En interessant. Ja. En het geeft een leuk beeld van Herveld. Dat sowieso. En ook van jouw leven weer. Ja. Hé, bedankt ervoor. Ik vond het heel leuk om te doen. En jullie ook hartstikke bedankt. Ja, en veel succes verder. Het zal wel lukken, dankjewel. Okay. En houd het in de gaten. Blijf het volgen. Ja. Ja, oké, dankjewel.